Reality check. Mensen slaan elkaar nog steeds de tering in anno 2017. Zo ook Nederlands trots Marloes Koenen. Ze heeft Twitter-ruzie met Julia Butt. En ze gaan het uitvechten. MMA-stijl, 3 maart. En ik ga even kijken wat er aan de hand is. Nu in Raukos. Champion from Amsterdam, Marloes Koenen. Marloes Koenen, an amazing submission win. Dit is Raukos. Ik sta inmiddels in Airgrip, een dojo in Amsterdam. En ja, ik heb weer afgesproken met Marloes. Sorry. En ze zijn hier achter bezig met de training. En het ziet er best wel heftig uit. Nou, eigenlijk wat zeg ik, het ziet er helemaal niet heftig. Ik denk dat dit ook wel kan. Ja, ze hijgen heel veel. Oké, je loopt? Ja. Zeg maar haar. Hey, Marloes. Hi. Oh, ik ben Ferias. Hi, welkom. Hey, jij hebt een beetje Twitter-fit die laatste tijd gehad. Met Julia Butt. Ja, dat klopt. Ze heeft een hele grote mond, maar ze heeft al een paar keer de wedstrijd afgezegd. Ja, fuck. Nou, snap je. Ja. Hard getraind. Ja. Ze had in oktober daarna nog gevochten en toen had ze op mijn elleboog getrapt. En al trap je je hele voet kapot. Dan kun je echt in januari wel weer vechten. Ja? Dan chargeer ik een beetje. Oké, dus het is nu al een paar keer gebeurd dat jullie gewoon het matcht en dingen niet. Ze heeft afgezegd. Ja. Je voelt je genaaid, je was helemaal fit. Ja. En nu eindelijk maart gaat het gebeuren. Je gaat haar helemaal kapot maken. Dat zeg je heel poëtisch, maar dat komt wel op neer. Ja, toch? Zij heeft natuurlijk wel wat wedstrijden gewonnen. Je hebt veel meer ervaring. Ja. Jij bent al drievoudig wereldkampioen. Zo, je weet veel, jongen. Ik heb een hele Wikipedia-page gelezen. Ja, ik zie het. Het duurt heel lang. Ga je toevoegen op huis. Maar ben je wel een beetje zenuwachtig of heb je dat nooit? Jawel, ik ben altijd zenuwachtig. Al sta ik tegen een dwerg met één been. Ik moet heel vaak naar de wc. Ja, dat weet ik toevallig. Ja. Dat stond op je Wikipedia, bij je feitjes. Al die gezichten op je. Ik krijg heel veel druk. Mensen gokken natuurlijk ook en dat soort dingen. Ja, ik snap dat gokken sowieso trouwens niet. Ik geloof het alleen niet als je dat zegt. Thanks. En als jij naar Amerika vliegt, wat is dan jouw grootste angst? Naast dat je niet stort in een vliegtuig. Ja. Nee, het is niet meer angst. Ja. Het is wel heel veel spanning. Ik ben echt fucking benieuwd. Ik ga echt voor je duimen. Ik ben sowieso nu al voor jou. Gelukkig. 100%. Ik ga allemaal geld op jou zetten. Je gaat wedden, ja. Nee, ik ga sowieso op jou wedden. Ik wed niet trouwens hoor. Nee. Heel veel MMA-vechters hebben ook een soort van tune, weet je. Ook Bad Hai is dan een kickboxer, maar die heeft ook zijn eigen tune. Ik ben echt een hele saaie Nederlander. Ja, ik heb eigenlijk wel iets voor je bedacht. Oh, leuk! Oké, daar gaat hij dan. Dit is Marloes, een echte stoeie poes. Niet fokken met deze chick, want ze eet je appelmoes. Rumina, Ruina. Sla je kapot als een echte Zina. Giro 555, sponsor mij winnen. Geef je barkie voor wat vinden. Kan je dat ook nog op een beat zetten? Dat de beat was in mijn hoofd. Ik heb ook zelf een probleem. Dat wil ik eigenlijk vandaag oplossen. Ik ga binnenkort een hele grote transitie doen. Ik heb zelf ook echt heel veel pinpassen. En ik vroeg me dus af, ik ben echt heel erg bang dat ik beroofd word. Gewoon elke dag. Dus ik vroeg me af of jij me misschien wat tips kon geven. Ik zou online gaan bankieren, dat is één. Ja. Wellicht. Ja. Ga ik er iemand bij halen, is dat goed? Oh echt? Ja, als het maar niet daar je vriend een beetje is. Mee. Ja, jawel. Oh, het is de enige die nog over is. Ah shit. Hey, man. Hey. Dit is Roemer trouwens, sorry. Ah, jullie zijn bij elkaar. Hey, dat is een Matties. Cool, man. Nee. Oh, je bent gefriend zo. Ja, heb ik ook altijd. Okay. Dus je hebt al je sportspullen al aan? Ik mag wel mijn sokken aanlaten, toch? Ik haat voeten, zeg maar. Kijk, ik heb zo'n Apple Watch. Ik heb dit zo al lachen. Jongens, het gaat beginnen. De Torment, ik leer alles van MMA. En ga binnenkort veel geld ergens op inzetten. Straks over meer. Dus als we langzaam naar elkaar toe gaan, is de eerste vechtafstand is de trapafstand. Oh, oké. Hey. En stretch. Heel goed. Wow, sorry man. Daarna hebben we de stootafstand. Dus zo. Eén, en kijk goed. Twee. Nou, niet goed je aanraken. Nee, wow. We hebben de clinch afstand. Oké, wat ik nu ga doen. Deze gaat echt een soort van zwemmen. Of naar Trek hem echt tegen je aan. Trek hem zo tegen. Goed zo, dan ben je op z'n
Goed, de rug. Oh, sorry. Schuin naar voren, heel goed. Dit doe. Naar links rechts. En dan moet ik... Ja. En dan gaan we... Ja, de slingers zijn wel opgehangen, want ik ben officieel een MMA-persoon. Hoes! Nou ja, Marloes is natuurlijk een superleuke chick en ik hoop dat ze gaat winnen. Maar ik ga fucking veel YouTube geld op deze wedstrijd leggen. Dus daarom heb ik nu afgesproken met waarzegsters Annika en Michelle. En zij gaan me het resultaat vertellen. Zo doen we dat. Hoi, ik ben Veras. Hoi, Michelle. Hey. Hoi dames, dankjewel dat jullie even de tijd namen voor mijn gigantische probleem. Want ik heb hier in mijn hand twee dames. En ik weet niet zo goed wat ik ermee aan kan. Dus ik dacht, misschien kunnen jullie mij helpen. Dit is Marloes. Oké. Okay. En ik vroeg me af of jullie mij konden vertellen... hoe Marloes er nu voor staat in het leven. Goed. Ik ga even de kaarten leggen. Dat heeft met de energie te maken. Ja. Ik zie dat ze in een ontwikkelingsfase zit met haarzelf. Oh ja, ze zeker. Absoluut heel veel kracht bij haar. De kaarten liggen heel positief. Okay. En ik zie hele positieve berichten voor haar. Nou, ze weet dat ze het gaat doen. Ja. En dat ze ook gaat winnen, hè, datgene. Die kaarten van kracht. Liggen hier hartstikke positief. Ja, ja, dat wil ik eigenlijk. En het gaat dit jaar alleen maar vooruit. Oké, dat is goed om te weten. Want ik heb ook nog een andere vrouw, daar wil ik eigenlijk precies hetzelfde over weten. Oké. Dit is Julia. Okay. En zou je voor haar ook nog een korte lezing kunnen doen? Is goed. Dit zijn alweer hele andere kaarten. Ja, klopt. Ik heb echt een zak met geld, echt ongeveer 10.000 euro leg ik op deze wedstrijd, dus ik moet het gewoon weten, ja. Het is een beetje Badr Hari versus Rico Verhoeven. Ik snap het. Nou ja, Badr heeft me al teleurgesteld. Ik wil gewoon geen tweede teleurstelling. Wat belangrijk voor jou is, ja. Is dat jij je gevoel gaat volgen bij het eerste wat in je opkomt. Nou, dit is duidelijk. Ik maak even gelijk van de gelegenheid gebruik om het volgende te vragen. En dat is meer persoonlijk. En het is wel goed dat we ook bij elkaar zitten nu. En dan kan je mij ook echt daadwerkelijk lezen. Want het gaat niet zo goed in mijn relatie. En ik denk dat de oplossing daarvoor is gewoon een tweede vrouw introduceren in de slaapkamer. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Dat is wel cool. Lekker. Dat vind ik wel echt lekker, ja. Lekker. Maar alleen, zij voelt het alleen nog niet echt, zeg maar. Maar ik zie wel een slang. Dat is altijd een slecht teken. Oh. Nou, we gaan het. Nou, wat ik hier zie, als je een vriendin of een meisje in de slaapkamer erbij zou doen, dat zou voor jou natuurlijk een hele chill, mooie ervaring ja, zeker, zijn. Man. Ja, maar gewoon. Maar wat het wel is, dat het in je relatie gaat het wel breuken geven. Oh ja? En gewoon voor een keertje of zo, gewoon voor de afwisseling. Want het is altijd maar hetzelfde, maar, toch? Ja, precies. Ja. Ik snap jou wel. Natuurlijk kan je het doen als jullie er allebei voor open zijn. Dus thanks. Graag gedaan. Dankjewel. Hey, ik zie jullie snel weer, hè? Ja. Nou ja, het is eigenlijk super onduidelijk wie er gaat winnen. Waar het natuurlijk om draait is de trio. Ik heb eindelijk de bevestiging van professionals. Speaking of which, vergeet niet te abonneren. Like deze video en tot volgende week. Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost.